Wie is deze Italiaanse maffiabaas die de zoon van Tachi opleidt? Miljoenen werden vervoerd naar Tachi Junior. Maar wie is deze Italiaanse maffiabaas die vanuit Nederland werkte? Je komt erachter in deze video. Raffaele Imperiale is een Italiaanse maffiabaas en drugshandelaar. Hij werd geboren op 20 juli 1981 in Napels, Italië. Hij is de zoon van Carmine Imperiale, wat een beruchte maffiabaas uit Napels was. Raffaele Imperiale groeide op in het district Forcella, dat bekend staat als een bolwerk van de Camorra, de Napolitaanse maffia. In zijn appartement in Dubai had Imperiale een kaart van Amsterdam hangen, de stad waar hij sinds de jaren 90 jarenlang woonde. Hij had er een coffeeshop Rockland van zijn broer overgenomen en runde een restaurant. Uiteindelijk vluchtte Imperiale naar Dubai. Daar had hij al contact met de Italiaanse justitie over strafvermindering. Hij liet in 2016 twee uit het Van Gogh Museums gestolen schilderijen terugkomen. De werken van Van Gogh had Imperiale in 2002 gekocht van de inbreker Octave, Oki Di. Vanuit Dubai werkte Imperiale samen met Ridwan Taghi, de Ierse crimineel Daniel Kinahan en de Bosnische gangster Edin G. En had daarmee vanuit Dubai een goed geoliede drugslijn. Vanaf bedrijfsloodsen in Noord-Holland laat hij in 2020 en 2021 vrachtwagens met in totaal 1556 kilo cocaïne naar Italië rijden. Op de terugweg smokkelen zijn chauffeurs miljoenen euro's aan cash naar Nederland, waarvan 5 miljoen is bestemd voor de zoon van Ridwan Taghi. 2,5 miljoen schijnt uit onderschepte berichten aangekomen te zijn bij Taghi Junior. En dat wijst erop dat Taghi Junior na de arrestatie van zijn vader de criminele organisatie, of ook wel de mokromafia, heeft voortgezet. En is Raffaele Imperiale de vraagbaak voor Taghi Junior om zo dingen te leren. Maar Taghi Junior leert ook van de beste. Raffaele Imperiale schijnt de grootste man te zijn in Europa als het gaat om internationale transporten van cocaïne, die dan toebestemd zijn voor de Italiaanse maffia in Napels en Calabrië. Via een versleutelde berichtendienst Sky ACC, waar Imperiale en zijn handlangers op vertrouwen dat ze echt versleuteld zijn, is te zien dat zijn bendeleden in Nederland zelfs foto's verzonden van hoe en waar de cocaïnelading was verstopt en is verscheept. Imperiale wil alle details van de lading weten en had te veel vertrouwen in de berichtendienst Sky ACC, wat niet slim was. Want de Nederlandse en Franse politie slagen erin om het netwerk te kraken. In februari 2021, wanneer Imperiale met Taghi Junior praat over de transport van 2,5 miljoen euro, kunnen de Nederlandse en Franse politie live meelezen. Salam, hoe gaat het? We zullen die andere man vragen de 1 miljoen te betalen, schrijft Imperiale op 4 februari 2021 aan Taghi's zoon. Kun je nog een token sturen om meteen de andere 1,5 miljoen te betalen? Criminelen weten dat ze drugs of geld aan de juiste persoon afgeven, gebruiken ze tokens voor. Zo'n token is een unieke serienummer die ze voorafgaand aan de deal per telefoon een foto sturen van een serienummer van een bankbiljet. En alleen degene die in het bezit is van die bankbiljet mag de drugs of geld aannemen. Aantal dagen later rijden de vrachtwagens met geld Nederland binnen. En heeft Taghi Junior de eerste miljoen ontvangen en typt dankje. De politie leest ook dat via een bedrijf in Haarlem partijen coke van ongeveer 150 kilo elke maand op transport wordt gezet. Ze laten een vrachtwagen komen met legale partij goederen, waarna de Italiaanse mannen in de loods een deel van de lading weghalen en cocaïnepakketten ervoor terugleggen. Tussen de legale partijen. En zo lijkt het alsof er een vrachtwagen met legale lading op weg gaat naar Italië. Heel lang kon Raffaele Imperiale opereren vanuit Dubai, omdat Dubai hem weigerde uit te leveren aan Italië.
Maar in augustus 2021 valt de Dubai Police zijn appartement binnen. Ze treffen Imperiale aan bij het zwembad. Eenmaal uitgeleverd aan Italië gaat Imperiale in op een kroongetuigendeal. In ruil voor strafvermindering verklaart hij tegen zijn vroegere zakenpartners. Hij opereerde op zo'n hoog niveau dat criminelen over de hele wereld moeten vrezen voor zijn bekentenissen. Na zijn aanhouding wordt er nog in de voorstad van Napels een groot ondergronds wapenarsenaal ontdekt, dat tot Raffaele Imperiale behoorde. Ze vonden daar 3 Kalashnikovs, 28 pistolen, 3 scherpschuttersgeweren en granaten. Maar ook kogelwerende vesten van de Italiaanse politie. En waarschijnlijk heeft Imperiale er zelf naar getipt bij de politie voor strafvermindering.